Buddy. Hallo mensen, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite minigame hier samen met Jan. Hi. Ryan. Hi. En Bork. Hallo. Alleen nog serieus antwoord. Maar vandaag hebben we weer een nieuwe hide and seek in petto. En we zijn in het mooie Loot Lake. Zoals jullie allemaal weten is Loot Lake natuurlijk gigantisch veranderd. Het hangt natuurlijk allemaal in de lucht. Het zweeft een beetje. En het water is natuurlijk ook helemaal weer veranderd. Je mag er niet zwemmen. Sterker nog, het is verboden te zwemmen. Maar niet voor deze drie mannen. Want Rick... Ja? Zit jij goed verstopt? Redelijk. Redelijk. Jan, zit jij goed verstopt? Beste plek ooit. Beste plek ooit. Oké, hou ik je aan. Moet je wel als laatste vinden natuurlijk. Ryan, zit jij goed verstopt? Ja, ik ga me nooit vinden. Ik ga je nooit vinden. Oké, nou we zullen het zien. Het eerste potje ga ik de rest zoeken. Het tweede potje mag Rick in Haunted Hills, inclusief natuurlijk het kasteel, ons gaan zoeken. Ja. Maar oké, ik baal een beetje van dat ik geen grappling hoek heb. Maar ik ga gewoon allereerst gewoon door naar het midden. Ik kan deze daarvoor wel gewoon gebruiken. Hoppa. Ik zag daar al een lama. Misschien dat er daar wel eentje in zit. Ik ga gewoon eerst op mijn gemak looten. Nee. Kijk, ik vind het zo schattig, mijn backbling. Die, als ik een kist open, dan hoor je hem ook gewoon. Die pets zijn wel gewoon echt schattig. Ik moest eerst zeggen, ik vond het niet echt bij Fortnite nog passen, zeg maar. Dieren zo op de achterkant, maar ik vind het wel leuk. Open even lama. Oké, ook niet. Wat vinden jullie van dit gat, jongens? Ik vind het wel nice. Ik vind het ook nice. Ik ga wel ondertussen ook beginnen met zoeken. Dit zijn natuurlijk... Om te kijken of ik iemand in de verte zie. Waar zit je nu ongeveer? Ik ben in het midden van Loot Lake. Dus echt bij het dal, bij het gat zeg maar. Waar het water allemaal naar binnen trekt. Ik wacht zelf nog heel even met erin springen. Oh, ik zag daar iets glitchen. Toen is het water kletsen. Het leek net of daar iemand zat. Maar ik vraag me af of iemand zo slim is om hier te gaan zitten. Want ik denk dat de meeste van jullie het wel iets hoger opzoeken, om het zomaar te zeggen. Ja, misschien. En vooral Ryan. Ja, Ryan die houdt ervan omhoog te zitten. Dat Ryan die houdt niet van blauw, denk ik. Die is gewoon helemaal ernaast gaan zitten. Ja, ik zit toch een beetje de kiertjes. De kiertjes en de gaatjes. Sorry, wat zeg je? Ik verraad een full race plek. Je zei dat hij niet van blauw houdt, dat hij er een beetje naast zit. Ja. Ja, maar dan zou je denken dat hij op bruin zit. Ja, of gewoon op groen. Ja. Maar ik denk niet dat Ryan op groen zit. Of hij moet natuurlijk wel helemaal boven. Nou, ik zit hier gewoon rustig een beetje te kijken. En ik denk dat de kans wel gewoon is dat hier iemand kan zitten. Maar ik wil toch eventjes eerst boven opzoeken. Want ik denk dat daar een hoop van jullie wel zitten. Nou, ga maar eerst boven zoeken. Ja, oké. Ryan zit dus niet boven. Oké, daar gaan we hoor. Door het veld. Ik ging gelijk weer naar beneden. Dat is de eerste keer dat ik... Ik had hem nog. Kijk, ik ben naar boven. Kijk, nu word ik helemaal naar boven gezogen. Net niet. Oh, daar gaat ze. Oké, daar ben ik hoor. Oké. Okay. Ryan. Ja? Oh, ik heb hier iemand. Nee. Rick is hier. Nee, grapje. Het was een teddybeer. Oh, wie verklapt daar iets? Iemand verklapt daar iets. Iemand zit hier in de buurt. Ja, Rick. Ik heb hier een vis. Iemand... Rick zit sowieso hier in de buurt, want ik zie dat hier een vis is. Iedereen te verraden, jongen. Oh, jantig. Blijf nog heel even... Ja. Oké, ik ga eventjes via de kant. Ik heb echt het idee dat Rick hier in de buurt zit, maar ik wil hem natuurlijk ook niet, omdat ik een grapje maak, gelijk... dat hij verraden wordt. Is iemand al een beetje nerveus geworden? Jawel. Ik ben echt heel nerveus nu. Ryan is totaal niet, want Ryan zit gewoon beneden ergens. Ik denk dat Jan juist heel hoog zit en ik denk dat Jan hier ook ergens zit, om eerlijk te zijn.
die vindt dit ook wel een leuk plekje. Het zou... Ja, Jan. Ja? Is dit zeker heel hoog ook, of niet? Nee. Nee? Lieg je daar? Mag niet liegen, gewoon. Nee? Behalve in de videogames. Oh, oké, behalve in videogames. Maar misschien doe ik dat ook wel niet. Oké, hier heb ik dus eventjes gekeken. Ik ga nu naar binnen bij de grot. Of, hier kan je niet onder zitten. Nee, het is geen water. Oké, ik ga heel eventjes hier naar binnen. Je kan erop zitten, hè, daar. Waar kan je op zitten? Nou, als je nu naar boven kijkt, dan kan je bovenop. Ja, maar ik denk niet dat er nu iemand bovenop zit. In Rick dan. Oh. Gaat ze alles opblazen, hier, man. Holy knetter. Nee, ik had hier granaatjes gevonden, dus ik wilde heel even voor de zekerheid kijken. Ja, ja, nu aan je spot verraden, dus ja, je zit boven. Zo. Nee, Jan, ik zei toch tegen Jan dat ik bij de dingen zat. Ja, ik wist toch wel dat hij hier ergens zat. Ik ga nu binnen in het huis, ook al denk ik niet dat er snel iemand binnen in het huis zou zitten. Niemand onder de trap, nee. Kijk, iemand hier. Oh, hierachter zit niemand. Niemand in bad. Oh, niemand heeft ook deze kist gepakt. Sorry, niemand in bad? Niemand in bad? Ik ga eventjes de zolder op. Ik heb nog niemand gevonden, hè? Niemand in bad en niemand in het huis. Niemand in bad, niemand in huis. Niemand ook in een boom. Niemand in een boom? Niemand boven op het dak, niemand in een boom, niemand in bad. Nee. Oké. Ik ga ervan uit dat je de waarheid spreekt, hè Jan? Dat er niemand in een boom zit. Ja, hoe kan dit nou? Of jullie flashen mij en niemand zit hier gewoon boven. Het zou me eerlijk gezegd ook nog niet eens verbazen ook, dat gewoon uiteindelijk niemand hier zit. Klopt dat? Dat klopt niet. Ik ga heel veel gewoon hier naar boven bouwen. Wacht even kijken, hoe kan ik daar... Ik had je al gezien, Jan. Ja, ik zag je hier en toen wou ik een grapje maken met ik ga hier naar boven. Je bent er helemaal zo omheen gelopen. Ja, klopt. Maakt niet uit. Ik heb je gevonden. Ik heb je gevonden. Oké, maar Jan, omdat ik jou laat leven. Ja. Nee, je hoeft me niet niks te vertellen. Echt? Oké, wacht. Kom eens. Ja? Kom. Nee, Jan. Kom. Kijk, kom hierheen. Ja? En loop je zo. Ga hier naartoe. Ja, kom. Ja? En dan moet je daar naartoe kijken, daar. Wat staat daar? Even kijken hoor. Waar ja, dat is daar. Schiet daar maar op, ja. Op die... Ja, schiet maar. Werd daar iemand nerveus? Ik zou daar naartoe gaan als ik jou was. Nee, niemand in dat bosje. Ja, echt waar, nee, wat staat er nou? Er staat één dingetje. Hey, jij snapt hem, jullie snappen hem wel omdat jullie het waarschijnlijk zien, maar... Wacht, waar ben je nou dan? Ik kom even achter je aan. Oké, hier is niemand. Oh, wel. Oh. Ja, maar 307 was bij mij bij de bosjes, Jan. Ik ging van het hokje uit. Misschien moet je nog harder respawnen. Oh ja, Jan, wel een heel klein beetje flauw van je. Maar ja, sorry Ryan. Maar goed, en Rick. Ja? Die moet ik alleen jou nog vinden. Ja, dat wordt moeilijk. Zit jij nou hoog, Ryan? Rick, of zit je laag? Ik zit redelijk hoog. Redelijk hoog, maar daarmee bedoel ik of je boven het zwevende bergje zit. Ja. Floating Island. Dus... Ik heb je al een paar keer gezien. Oké, dus ik ga ervan uit dat Rick op Floating Island zit. Dus ik ga weer naar boven. Dan hoop ik dat ik nu wel gewoon goed naar boven kom. Want net ging die in één keer weer naar beneden. Ik weet ook niet hoe die dat deed. Dus ik ga weer het gat in. Wat ik er trouwens wel echt vet uit vind zien. Kijk, je moet gewoon via de zijkant. Je moet snel naar de zijkant gaan. Anders dan maak je geen vaart en ga je niet de lucht in. Kijk, hier kan je ook niet bouwen volgens mij. Jan? Nee, Rijn gooit een sticky op en ik rende naar hem toe nu hij zichzelf op geblazen. Oh, oké. Ja, nee, dat is toch niet erg. Rick. Ja? Kan je mij op het moment zien? Even kijken. Nee. Kan me maar ik hoorde je wel volgens mij. Is
Zit je in een boom? Nee. Oké, je kan me niet zien. Je zit ook niet in huis, neem ik aan? Nee. Oké, ja, dit wordt eventjes goed kijken hoor. Nu zie ik je wel. Oh. Ik denk dat je hier ergens zit. Dat is trouwens ook wel een goed plekje. Oké, je zag me nu wel. Ik vraag me af wat jij voor skin aan hebt. Als je de lama skin. Lama aan hebt, dan val je nog redelijk op ook. Ja, daarom vind ik het gek dat je me nog niet gezien hebt. Ja, dat vind ik zelf ook nog wel aardig gek, Rick. Oké, je zit ook niet in een huis. Hoe kan dit? Oh, wacht. Daar kan je ook op zitten. Oh, maar daar zit niemand. Maar dat is ook wel een sneaky plekje. En nou zie je me niet meer, maar je hoort me wel. Nee, ik hoor je nu niet meer. Oké, maar nu hoor je me weer wel. Nu zie ik je, maar ik hoor je niet. Dan ben je verder, als je me ziet. Dan denk ik toch dat je hier nou ergens hoor ik zit. Je wel. Je zit hier ergens. Oh, trouwens, dit is super vet, dit ding. Oké, Rick, jij moet hier ergens zijn. Ja, maar als je waar? Als je me niet kon horen... Ja, hou op met me, hoor. Oh my god. Heb je me gezien? Meen je dat? Wow, ik moet even op. Meen je dit serieus? Oh, meen je dat nou echt, Rick? Ja. Kijk hoe daar rustig chillen, man. Oh, ik, hoe kan je me niet gezien hebben? Ja, ik weet niet. Ik keek er gewoon langs. Maar wel echt geniaal. Ja, toch? Oh, wordt helemaal ingebouwd. Wauw. Maar, jongens, dat houden we natuurlijk in. Rick is ons laatst gevonden. Hij heeft het super goed gedaan. Het duurde eventjes tot ik hem gevonden had. Het is natuurlijk ook best wel een redelijk grote plek. Maar dat houdt in dat we nu doorgaan naar Haunted Hills. En dan mag Rick ons gaan zoeken. Ja. We zijn bij Haunted Hills aangekomen. En ja, je mag eigenlijk in heel Haunted Hills verstoppen. Maar het is natuurlijk een beetje moeilijk om van boven naar beneden te komen. Van beneden naar boven. Dus ik doe het gewoon maar hiermee. Rick kan ons ondertussen wel gewoon horen. Dat maakt niet uit. Dus laten we zeggen dat we overal op de berg mogen verstoppen. Met betrekking tot het kasteel. Dus dan laten we nu eventjes het kerkhof beneden achterwegen. Ben je het daarmee eens, Rick? Ja, vind ik goed. Oké, dan doen we dat. Zitten jullie al verstopt, jongens? Yes, sir. Oké, dus Rick, onthoud... Ja? Dat je overal mag verstoppen op de berg, ja? Oké, op de berg. Daar kan je niet onder. Ik ben ondertussen wel op zoek naar een plekje. Dus dat houdt natuurlijk ook in dat je gewoon overal achter, onder, naast mag zitten. Dat is ook natuurlijk nog wel. Durf daar niet naartoe te gaan. Het lijkt me wel handig dat ik iets van resources ook heb. Zo... Jan, zit jij al verstopt? Mhm. Netjes. Rij je ook nog op zoek naar een plekje, toch? Ja, ik ben op zoek. Je bent ook op zoek. Kijk, kan je niet gewoon... Oh, dat zou ook sneaky zijn. Maar ja, Rick komt natuurlijk ook van een bepaalde kant waar we rekening mee moeten houden. En vanaf de kant dat hij aankomt zetten, kan die ook natuurlijk... Van welke kant komt hij aan? Nog een hoop doen. Ja, hij komt als het goed is vanaf... Vanaf de snobby kant, zeg maar. Ja, klopt. Dus ik wil heel eventjes één dingetje doen, één dingetje zeggen. En daarvoor sleep ik heel snel Rick eventjes naar een andere kamer, dat hij me niet kan horen. Ja. Ja. Oké. Rick is inmiddels even snel naar een andere kamer geswitcht. Maar jongens, aangezien je niet superveel plekjes hier hebt om te verstoppen, twijfel ik om daar achter die vendingmachine te zitten. Zou ik dat doen? Ja, dat kan. Ik heb wel dat het hele huisje weggehakt die normaal gesproken hoort te staan. Nou ja, vind ik niet erg. Het is meer zeg maar voor de grap, ja? Dus ik ga Rick weer terugslepen, goed? Ja. Oké, bedankt voor de hulp, jongens. Goed, hè? Ja, zit je inmiddels ook al verstopt? Nee, ik vind het echt lastig. Je vindt het echt lastig? Ja. Ik heb al een plek gevonden. Ik zou gewoon lekker bij Jan op schoot gaan zitten. Waarom ook niet? Dat past ook niet, jong. Oké, ik heb een plekje gevonden. Dus ik zit ook al. Dus Ryan? Ja? Laat het maar weten dat jij een plekje hebt gevonden. Oké. Oké. 3 jaar later.
Ryan zit eindelijk. Dus ik zal zeggen, Rick. Ja? Je kan onze kant op komen. Ik kom eraan. Hey, ik ben er hoor. Ja? Ja. Ik ga voor de rest ook gewoon mijn mond houden, want ik wil gewoon grapjes maken met van ik zie je of ik hoor je lopen, maar je weet natuurlijk nooit, stel daar zit iemand anders of zo, weet je wel, dan verraad je iemand, dus dat wil ik ook niet. Maar verraad nou, nooit iemand. Nou zit je wel heel dicht bij iemand, Rick. Is dat zo? Nee, een grapje, ik weet niet waar je nu bent. Oh, jammer. Ik ben in het kasteel. Goh. Goeie man. Goeie voice-over, Rick. Ik sta in één keer voor je neus zo direct. Ja? Ja. Zou het? Maar hier heb je echt, echt moeilijke plekjes hoor. Je hebt inderdaad wel, nou ja, tenminste zelf persoonlijk, je kan op zich wel redelijk goed verstoppen. Maar ja, ik vind dat er niet heel veel verschillende plekjes zijn waar je het kasteel kan verstoppen. Dus daar heb ik ook wel gebruik van gemaakt. Nou, er is wel flink gebouwd hier. Ja, Rijn de Bouwer, hè? Ze zeggen Rijn de Bakker, maar het is Rijn de Bouwer. Ja. Maar ja, meestal waar veel gebouwd is, is Rijn ook weer weggegaan, hè? Want anders haalt hij het weg. Zit Rijn? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Dit ga je toch niet doen? Ja. Oh, nee. Heb ik zo lang over gedaan. Helaas, Rijn. Ja. Een keer beter. En nou moet ik wel weer opnieuw omhoog bouwen. Beter val je dood. Ben je naar beneden gevallen, Rick? Ja. Ja? Oké, okay, nu jullie nog. Ja. Succes. Je hoorde wat. Ja, dat hoorde ik ook, maar ik weet niet wat het was. Dat was denk ik die landen wat zijn. Oh, ja, okay. Dat denk ik ook, ja. Jullie zitten sowieso ik echt... Ik heb je wel een paar keer gezien, Rick. Gezien? Ja. Ik heb hem letterlijk al een meter van me afgezien zelfs. Echt waar? Maar je bent nog niet heel dicht bij me geweest. Wat is dit? Verraden, ja. Nee. Ik heb jouw spot verraden omdat het cool was, maar niet mijn spot verraden. Oh Rick, daar ging ik eerst zitten. Dat was eerst mijn plek, want daar zag ik dat gat. Dat is wel een goede. Dit was een betere plek geweest. Ja, maar alsnog had je me gevonden dan. Ja, dat is waar. Dan had ik je nu gehad. Deposit wood. Ik heb zo'n gevoel dat jullie gewoon hoog zitten. Deposit metal. Wat zeg je allemaal? Hè? Nee, niks. Als je hem echt snapt. Nee, ik snap hem niet. Oh. Maar jij hebt me al een paar keer gezien, Lin. Ik zie wat jij niet ziet. Ik wil een smurf. En het is blauw. Blauw? Ja, ik zeg het je, een smurf. De technaams van mijn teammates. Lukt het een beetje, Rick? Nee. Nee? Je bent nog steeds wie schiet daar? Kasteel. Dat was ik. Oh. Nou, ik snap hier niks van. Nou, wie vindt dat het een mooi standbeeld is? Ik kan hem niet zien vanaf hier. Er staat iets blokkeert me een beetje. Oh. Deposit stone. Dit is echt heel slecht, hè? Dit is echt zo'n aflevering op de Nederlandse tv, jongens. Het is zo slecht dat het gewoon grappig is. Jongen. En ik heb bananensplit beland of zo hier. Ik denk het. Een gevoel heb ik ook. Ja, het is kijken, no parking. In no front. Parking? Ik zie een lama in de boom staan. Dat is mijn serieus? Tip. Ja. Waar dan? Ja, ga ik niet zeggen. In ieder geval als jij daar naartoe kijkt, daar staat een lama in de boom. Ja, daar. Ik zie hem niet van hier hoor. Ja, hij staat in die kerstmisboom. Oh, ik zag Rick springen. Oh, echt? Oh. Ja. Moet jij hier toch ergens zitten? Deposit wood. Vierkantje. Ingedrukt, hè? Ja, ingedrukt houden. 2,25. Ja. Best
prijzig. Wauw. Rick. Hoe kan dat nou? Rick. Wat is je IQ, Rick? Eens even kijken, Bolt. Mijn IQ is nul. Ja, ja, dat heb ik door, ja. Ik heb niet genoeg. Nee? Bounce, Bolt, Pump. Ik heb wel genoeg, Lin. Zou ik even langskomen? Nee, blijf nog maar eventjes zitten. Oké. Laten we eerst maar eventjes naar jou op zoek gaan, Jan. Nou, ik kan me toch geef niet vinden. Geef jij maar eens even een tip anders aan. Moet ik een tip geven? Ik heb al heel veel tips gegeven. Oké. Je bent letterlijk, ja. Maar ook echt letterlijk, 50 centimeter langs gelopen aan het dat begin. Dat meen je niet. Ik zweer het je. In het begin, zeg ik dan. Ja. In het begin. Ja. Oké. Je bent er naartoe gelopen, toen ben je een trap naar boven gebouwd. Toen ben je in het kasteel gekomen, toen ben je daar in zo'n torentje gaan zoeken. Ja. Ja, en je hebt ook een kunstwerkje gebouwd met een jump pad erop en zo'n vierkant blokje. Ja. Oké. En dan ligt de Carefax op de berg en er staat een lama en de boom. Dan moet jij hier toch zitten? Je mag ook op de berg. Ja, ik kan niks meer halen, helaas. Maar ik zou hier inderdaad maar eventjes focussen op waar Jan zit. Ik zit namelijk niet heel dicht bij Jan. Ik zag net ook Ryan doodvallen. Nu weer? Rick, ja. Je stond net weer naast me. Hoe kan dat nou? Je stond net weer naast me. Ik zag je staan. Maar nu? Nee, nu niet meer. Ben ik dan echt zo schreeuw? Nou ja... Jan, kan je niet één keer een dansje doen? Oké. Ja, ik heb geen dansjes. Ik zat iemand te stressen. Schiet op mij. Je begon in Snobby met zoeken. Ja. Dus zat ik hem te stressen. Ik dacht, oh nee, als hij naar de boven klimt, dan ziet hij me sowieso staan. Ja. Nou loop ik weer dan. Hoe kan dat nou? Je loopt weer langs me, nee. Loop eens terug. Oh god. Oké, Oké, en het is trap. Die van mij begint te klappen. Ja? Ja. Die van mij wordt ongeduldig. Ja. Edit die trap dan. Ja, welke trap? Die heb ik geëdit. Nee, maar die. Ja? Ja, edit die. Oh, wauw. Serieus, man. Serieus. Oh, je bent gewoon langs me gelopen toen je naar boven aan het bouwen was. Hoe dan? Zelf, voordat we begonnen met zoeken had je hem al kunnen zien. Nou, okay, Rick heeft Jan inmiddels ook al gevonden, maar hij moet alleen nog op zoek naar mij. En Bounce, Bolt, Pump. Sorry, meer Rick. Zeg ik niet, Rick. Bounce, Bolt, Pump. Okay. Meer zeg ik niet. Hij heeft me alleen al niet afgemaakt, maar... Nee, maar dat hoeft ook niet. Mag blijven leven. Okay. Je mag blijven leven. Oké, Linda, dat waar ben mooie jij? Dat is een mooie plek, Rick. Ja, dat was echt een hele goede plek. Dat had ik je sowieso nooit gevonden zonder die tips. Nee, daarom gaf ik ze maar. Jan, was je aan het reloaden? Ja, ik ben rustig aan het reloaden. Ah, oké. Rijn is lekker aan het bouwen. Rijn, maak eens even een mooi huisje voor in de verte. Kan ik even kijken wat jij allemaal kan bouwen? Er zit een sniper in. Oh, shotgun. Ik zei toch dat er een bolt in zat, net? Wauw. Lin, zit jij in het kasteel? Nee. Jij zit niet in het kasteel. Nee, ik zit niet in het kasteel. Mooi hoor, Rijn. Ja. Heel mooi. Oh. Jan zit ook een huisje te maken. Deposit metal. Vierkantje ingedrukt houden. Dit is echt een bananensplit, ik zweer het. Ja, echt hoor. Nee. Oh yeah. Ja, dat weet ik. Nee. Oh, Rick, zonde man, zonde. Echt niet normaal. Het duurde even, maar het is wel gelukkig. Ik gaf al de hele tijd nog, de tips. Ik zit zelf om wapens eruit te halen. Ja, man. Precies. Ik wist niet eens dat hij hier stond. Zelfs Jan zal tips mee te geven. Rijn zal ook tips te geven. Ze had allemaal tips te geven. Maar goed, Rick, je hebt het aardig gedaan. Ja. Het duurde aardig lang ook, maar dat maakt de rest niet uit. Ik vond het wel heel grappig om eerlijk te zijn. Ja, dat sowieso. Maar goed, jongens, dat maakt natuurlijk wel weer dat dit het einde van de video is. Dus ik wil jullie vragen, als jullie het leuk vonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Check de andere kanalen uit. Zeg bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei.